Welkom bij Iedereen kan haken. Ja, ik zit even te denken welk deel we zijn, want het zijn best wel veel delen voor het babyvestje. Maar we gaan verder met deel 9, toer 17 en 18 van het babyvestje Love Zigzag. En ja, het is gewoon wel heel leuk om te haken, maar we gaan gauw verder, want het is best wel veel filmtijd, merk ik, als ik ja, nu eigenlijk die toeren per toer uitleg, die delen per toer. Heel even het einde momentje hoor, even goed gaan zitten. Ik vind het wel heel leuk dat jullie kijken, de duimpjes omhoog, abonneren en ja, dan komen er ook weer leuke nieuwe video's aan. We gaan nu dus met toer 17 beginnen met 3 lossen. En dan keren we het werk. Oh. Er altijd even inkomen hoor, in een toer. Toer 17. En dan slaan we 1 steek over. En ik kijk hierboven even. Dit is het middelste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stokjes gaan we maken in de achterste lus en deze slaan we over, dus de eerste steek in de achterste lus gaan we weer lekker stokjes haken en het is ook wel heel fijn haken. Twee, drie, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kijk, en als je ziet dat je dan hierboven, waar je hier dit groepje van 5 hebt, dat je ook in het midden, gaan we nu 3 stokjes maken en dan niet in de achterste lus, maar gewoon in 1 steek 3 stokjes. Even een beetje garen pakken. En dan gaan we naar beneden weer met 10 stokjes in de achterste lus. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. En dan zijn we weer bij de onderste punt en daar slaan we 1, 2 steken over en dan gaan we weer. Dus deze 2 slaan we over en dan gaan we weer 10 stokjes maken in de achterste lus. Dit is toer 17. En dat is dus de herhaling. 10 stokjes in de achterste lus. 2 steken overslaan. En 3 stokjes op het middelste stokje. Dus van de vorige toer. 'Het haakt wel echt heel lekker weg. Het is ook fijne wol, moet ik zeggen. En heerlijk met haaknaald 4, dat je toch een beetje lekker schattig babyvestje krijgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 3 in 1 steek.
1, 2, 3. Nou, en dan zie ik je op het einde van de toer zie ik je terug. Dus het is dus 10 stokjes, 2 overslaan, 10 stokjes en 3 en 1 steek. En dan zie ik je dadelijk op het einde van toer 17. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 17e toer in deel 9. Ik ben van bovenaf 3 stokjes en nu heb ik er al 1, 2, 3, 4, 5 gedaan. 5 in de achterste lus, dus ik moet nog een keer 5 stokjes maken. 6 is dit. 7. 8. 9. En we maken in de laatste steek nog 1 stokje. En dan is dit toer 17 van het babyvestje. En dan zie ik je bij toer 18. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu bij toer 18 van het babyvestje zigzag en we beginnen met 3 lossen, 1, 2, 3 en dan keren we weer het werk. Dan gaan we naar toer 18 en dan gaan we even terugtellen weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weer 10 stokjes maken, dus hetzelfde als toer 17, maar dit is toer 18. De eerste slaan we over in de achterste lus. Gaan we 10 stokjes maken in elke steek. Drie. Vier. 5, 6, 7. Oh ja, ik wil nog zeggen, als je het patroon wilt kopen, dat kan via Hotmail, een mailtje sturen naar iedereenkanhaken@hotmail.com. Ik zal alles onder de video nog zetten waar je naartoe kan mailen, maar ik zal het ook in de video zetten. Dit was 7 stokjes. Kijk, en dan heb je het patroon bij je en dan kan je op je iPad gewoon lekker alles nakijken of uitprinten en afstrepen bij welke toer je bent. 2, 4, 6, 8, 9, dus 10. En we zijn nu in toer 18 en dan gaan we ook alleen maar 3. Normaal zouden hier 5, maar nu blijven we toch even bij 3. Stokjes in de bovenste punt en dan gaan we weer 10 stokjes naar beneden doen, 2 overslaan en 10 stokjes. Dus dan gaan we weer lekker tellen: 1, 2, 3. 4, even weer tellen, 3 boven in de punt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 overslaan en weer 10 stokjes. En zo zie je eigenlijk dat ook deze toer is hetzelfde als toer 17. Dus toer 18 is hetzelfde als toer 17. 10 stokjes,
2 overslaan, 10 stokjes in de achterste lus. Maakt het ook heel mooi dat het vestje ook aan twee kanten eigenlijk draagbaar is. 7 8 9 10 en 3 stokjes bovenin. Dat is toer 18, is hetzelfde als toer 17. Dus ook het einde, maar goed, ik ga nu eventjes verder haken. En dan zie ik jullie op het einde, zie ik jullie weer terug bij toer 18. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 18e toer. In het bovenste punt zetten we 3 stokjes in 1 steek. Oh, sorry. En heb je het babyvestje af, dan stuur een leuke foto via Facebook of via Messenger. En reacties kan je altijd hier onder de video plaatsen. We gaan nog even 10 stokjes maken in de achterste lus op het einde van toer 18. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 en weer een stokje op het laatste stokje, zodat je allemaal dezelfde zijkanten krijgt. Kijk, dan krijg je ook allemaal hier dezelfde lusjes, maar straks kun je die gebruiken als knoopsgat of ja, of als sierrandje. Maar dit was dus deel 9 van het babyvestje Love Zigzag. Ja, het wordt echt een heel leuk vestje. De volgende keer gaan we deel 10 uitleggen en dan zie ik jullie graag weer terug. Ik zou zeggen, graag abonneren, op de foto klikken of op de rode button en het is gratis. Zet je reactie onder de video, duimpjes omhoog en ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens en hartelijk dank voor het kijken.